Wat ik frappant vond in die periode, voor dat er in Frankrijk, ik weet niet of dat hier in Nederland toen veel indruk gemaakt heeft, die rellen in Frankrijk, toen is al die auto's in brand stonden. In Parijs. In Parijs, Ja, ja zeker. Ja. Ik zat toen eigenlijk in die buurt om promo te doen voor de Sailor Notici. Letterlijk in diezelfde week, want ik ben toen nog met de metro tot daar geweest. Ik was de enige blanke op de laatste halte metro. En iedereen keek mij aan of dat ik compleet zot was eigenlijk. Ik denk dat ik het ook, dat ik het ook alleen maar daarom op overleefd heb. Maar waarschijnlijk dat, want ja. Het is zo gek eigenlijk om hier nog te durven rondlopen. Het was te exotisch. Ja, laat die maar lopen eigenlijk. Maar het voelde echt heel gevaarlijk. Ja, het voelde heel gevaarlijk, ja. Dus ja. Heel explosief. Maar als je dan ook de motivatie voelt, is daar veel armoede in die buurten. En het is zoals op veel plaatsen, het grootste recht dat er bestaat, is het recht van de ongelijkheid. Ja. Dat is op veel plaatsen eigenlijk nog altijd het grootste recht waar iedereen zich op beroept. Daar is dat niet anders. Maar wat je dan wel hebt, waar zijn de grote frustraties? Dat is vooral dat ze. Veel van de jongeren zijn beroepen zeggen, ja, wij hebben geen gelijke kansen. Wij kunnen niet zoals de autochtone Franse jongeren vier keer per jaar op vakantie en elke avond uitgaan. Ja. Maar ik had zoiets van, dat is toch alleen. Is dat een basisbehoefte, maar is dat normaal? Kan iedereen zich dat effectief permitteren, dat je iedere avond uitgaat en dat je zoveel keer op vakantie gaat? Dus je zegt ook dat zij ook een irreëel beeld hebben van wat normaal is. Ja, ik vind dat, ja. Ja. Okay. Ik vind het idee dat je voelt dat je tekort wordt gedaan omdat je niet elke avond kan uitgaan, daar niet de middelen voor hebt en dat je niet vier keer per jaar met alleen een exotische vakantiereis kunt maken eigenlijk naar een of ander speciaal oord, is toch leek mij wel zin. In zo'n wereld leven de meeste mensen, in Nederland en België ook, denk ik. Dus dat is toch normaal dat heel veel problemen heeft? Ja. Want als je dat eigenlijk al een tekortkoming vindt of als je daardoor tekort gedaan voelt, dan is er enorm veel reden tot frustratie. Ja. En ik vond dat vreemd. Ik heb voordat ik wat succes had met mijn muziek, ik had gekozen voor muziek en ik verdiende daar niet veel mee. En ik had zo in euro's uitgedrukt leefde ik van nog geen 250 euro per maand. Zo. Ja. Dus ik had geen verwarming waar ik woonde en ik had ook geen badkamer. Ik moest dan naar een buurthuis. Waar mensen van de vierde wereld, zo noemt dat dan, kunnen gaan douchen. Waar er een wasmachine staat, waar je was kan gaan doen. En waar je een koffie krijgt voor één Belgische frank. Dus voor een eurocent krijg je daar een koffie. Ik ben nooit ongelukkig geweest. Maar ik had geen televisie. En als het in de winter was het heel koud. Maar als het vriest, dan kan je niets bewaren in huis en ook geen eten. Want zelfs het drinkwater bevriest. Dus dan moet je zelf je water afsluiten en zo. Het is een andere manier van leven. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets tekort gedaan was of dat er mijn kansen afgenomen waren. Ja. Ik had een duidelijke keuze gemaakt om. Maar waarom denk je dan dat de meeste mensen, jonge mensen, zich wel tekort gedaan voelen? Ik vind dat soms. Door de tv, door de computer, wat op je afkomt. Niet. Maar eigenlijk, het is vreemd, maar als je toegeeft, kan je het eigenlijk alleen maar als een soort verwaandheid. Ja. Alleen definiëren, he? Dat het zo is. En eigenlijk is dat toch wel. Maar wat de oorzaak daarvan is, ik weet het niet. Misschien een generatie die eigenlijk te weinig aandacht heeft voor hun kinderen en dat gecompenseerd hebben met een eindeloze verwennerij. Als ze één een iPod heeft, moeten ze allemaal een iPod. Ja, dus wat je dan ook hebt. Dat is dat je een hele generatie hebt die compleet verwend is en tegelijkertijd ook compleet verwaarloosd. Waarschijnlijk daardoor dat ze zo gefrustreerd zijn. Ja. En dat ook alles al blijven op die manier oplossen, weet alleen. Door die verwaarlozing blijven ze gefrustreerd en miskend.
En denken ze dat er altijd moet gecompenseerd worden door middenverwennering. Ja.